loopt te hobbyen, Chris. Ontbijtjes maken voor zelfstandig wonende ouderen in de Haag Zuidwest. Dus Loosduinen, Hoogstraat, Loosduinen, ook een paar in Eskamp en een paar in Zegbroek. En die worden zo door vrijwilligers. En die gaan straks bij die mensen de ontbijtjes, de verwend ontbijtjes gratis rondbrengen. Vandaag hebben we wit broodje, bruin broodje, croissantje, een jammetje, smeerkaas, mandarijntje, gekookte ei, melkje en citroens. Wij koken voor u, en dat is met deze, hè? Die informatie kunnen ze, als ze zelf geen zin meer hebben om te koken, of niet meer kunnen, of mantelzorg is een dagje vrij, dan kunnen ze daar, zo kunnen ze een financieel laagdrempelige maaltijd bestellen. Aan huis gebracht voor mensen met een ooievaarspas, want dat is onze doelgroep. Die betalen dan €5,30 voor inclusief verpakkingsmateriaal, bezorgkosten, koken en versgekookte maaltijd. Dus geen uit de vriezer dan in de oven opwarmen, maar het wordt iedere dag koken wij vers met medewerkers, met stagiaires van praktijkscholen, om te laten zien dat gezellig werken ook leuk is en gezellig is en gezond is. Ja, we zijn met meer. Ik doe het op afstand. Oh god, ja. Oké. Dit is een wennenontbijtje. Gaat leuk! Gaat lekker opeten. Oh. Ja, en ik moet nog ontbijten. Het is wel veel, maar dat doe ik een hele dag. Zal ik het op tafel zetten? Nou, dat kan ik zelf gaat het wel. Kijk maar. Zo. Leuk, maar waarom krijg ik het eigenlijk? Van de firma, van de Maaltijdexpress. En waarom? En voor welzijn. Die hebben, enkele mensen hebben die uitgezocht. En die krijgen dan een verwend ontbijtje, die alleen wonen. Ja, dus, dat vind ik natuurlijk allemaal begrijpelijk, maar ik doe verder geen vrijwilligerswerk. Nee, dat geeft helemaal niet. Oh, dat hoeft ook niet. Maar u zit wel thuis en alleen. Ja. Dus vandaar. Eenzaam, maar niet alleen, zeg maar. Ja, ja. Oké, jongens. Heel even jullie aandacht. Ik heb hier een blad voor me. Dan kan ik het ook makkelijker uitleggen. En dit vak hier is het rode gedeelte. Dat houdt in de centrale kaart. Dus je mag van de rode kaart één kiezen. Een kaart kiezen, dus dat je even uitkiest. Dat je ze even allemaal voor je uitzet. En dat je dan kiest wat het meest te maken heeft voor jou, persoonlijk, met eenzaamheid. Dat wordt de centrale kaart. Waar we eigenlijk als een rode draad doorheen gaan. Is dat duidelijk voor iedereen? Nee, ja, wij zijn benaderd vanuit het jeugdwerk door een collega van ons die tussen persoon was om een aantal activiteiten te organiseren in het kader van de Week van de Eenzaamheid. En zodoende hebben wij dus met twee collega's gezegd om een aantal activiteiten bij ons in de panden te organiseren. En hier in samenwerking met het Zittheater. Ja, ik wist ook niet precies wat ik kon verwachten, dus ik heb me een beetje laten verrassen. Maar wat ik tot nu toe heb gezien is dat er een onderdeel is geweest met een stukje bewustwording over eenzaamheid. Wat komt erbij kijken en welke aspecten vallen er allemaal onder eenzaamheid, zeg maar. En nu zijn ze toevallig met een activiteit bezig waarin ze echt wel drama, toneelactiviteiten aan het ondernemen zijn. De activiteit zoals die net is uitgelegd, hè, daar zien kinderen ook, eenzaamheid is een containerbegrip natuurlijk, maar ze zien nu ook een aantal woorden voorbij komen waarvan ze zeggen van hé, oké, eenzaamheid is dus ook jezelf buitengesloten kunnen voelen of een rotgevoel hebben van binnen of niet lekker in je vel zitten, waardoor je jezelf wat meer afzondert van anderen. Dus het wordt wel wat behapbaarder door de termen die ze meekrijgen. Ik heb het niet.
Ja, ik kan het niet geloven dat voor mij veel beter gaat. Minder activiteiten dan iedereen had gepland vanwege COVID. Daarom is het ook zo fijn dat het hier wel in ieder geval kon om fysiek samen te komen. Het heeft daarnaast opgeleverd dat er echt veel meer aandacht is gekomen voor eenzaamheid. En dat is wat we zo graag wilden. Nog eens een keer bevestigen in deze week tegen eenzaamheid. Dat met jong en oud en zeker ook tijdens corona eenzaamheid bespreekbaar moet worden. Maar dat er ook tal van mensen zijn die er wat aan doen. Nou ja, we hebben een website www.1tegeneenzaamheid. En het is zo fijn om op de grasduinen op onze eigen website. Dus ik ben gewoon gaan kijken van wat is er allemaal in de buurt. Ik kom uit Rotterdam. Dus eigenlijk dacht ik, ik moet een beetje in een rood gebied blijven. Want anders krijg ik natuurlijk straks op mijn laser dat ik een niet noodzakelijke reis heb gemaakt. Maar ik dacht van alle activiteiten die ik vandaag zag, van ik ga naar Den Haag toe. Want dit is zo bijzonder wat hier achter mij gebeurt. En het is zo gezellig om met iedereen te mogen mee eten. Volgend jaar wordt de Week tegen Eenzaamheid wederom georganiseerd. En dan hoop ik net als dat we hier zien, jong en oud, dat we samen kunnen komen. Een klein gebaar kan een groot verschil maken. Eenmalige activiteiten kunnen een onderdeel zijn van een grote geheel. Maar het is juist zo leuk dat hier ook elke woensdag gegeten wordt.